versterking en regulering farmaceutische sector Suriname, doorstroommogelijkheden voor kinderen met een beperking en Venezuela presenteert bewijzen tegen Guyana. Goedenavond, het is woensdag 9 januari 2019. Welkom bij het STVS Journaal. De farmaceutische sector in Suriname moet niet alleen worden versterkt, maar ook worden gereguleerd. Daarom is er in dit kader vandaag een workshop verzorgd door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de Pan American Health Organization. Cleopatra Jesseren, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, geeft aan wat het doel is van deze workshop. De gemeenschap heeft recht op health services en toegankelijkheid en bereikbaarheid, maar ook beschikbaarheid van medicamenten. En dat is ook de policy van het ministerie van Volksgezondheid, maar ook van deze regering, om health service beschikbaar en bereikbaar te maken voor de Surinaamse gemeenschap. En dat geldt dus ook voor de medicamenten. We willen dat het beschikbaar is, maar dat ook veilige medicamenten beschikbaar zijn. En daarvoor moet je een regulatory system hebben, een goed registratiesysteem, het goed kunnen reguleren. En dat is wat deze workshop is. Het is een aanzet om samen met de partners waarmee we al samenwerken, waarmee we ook al MOU's hebben getekend, in ook zo'n CARICOM setting, maar dus dan ook met ondersteuning van de PAHO, die onze grote vriend hier is, die ons ook ondersteunt technisch, te komen tot een beter systeem. En ook om te identificeren waar zijn onze lacks, wat zijn onze challenges, wat hebben we niet in huis, wat hebben we nodig, wat moet erbij komen. Het gaat om het identificeren van het probleem ook. Virginia Asin Oosburg, Director Surveillance Disease and Control bij CARVA, woonde deze workshop bij. De praktijk heeft uitgewezen dat er overeenkomsten zijn binnen de regio als het gaat om het beleid van de farmaceutische sector. Het ministerie van Volksgezondheid, de PAHO en CARVA willen kijken waar ze elkaar kunnen ondersteunen. Asin Oosburg gaat hier verder op in. Farmaceutisch gebeuren is niet iets dat vandaag pas gebeurt. We verstrekken al jaren medicijnen, veilige medicijnen in Suriname. Maar altijd, alles kan altijd beter, efficiënter. En er is ook jaren geleden een regionaal beleid ontwikkeld op de farmaceutische sector. En het regionaal beleid sluit aan op het Surinaams beleid. En binnen het regionaal beleid hebben we zodanige aanpassingen gedaan dat die zaken die tijdsintensief zijn, dus die veel menskracht nodig hebben en vaak ook met menskracht natuurlijk ook meer financiële middelen nodig hebben, dat we dat ook gezamenlijk in het Caribisch gebied aangrijpen. Meer hierover morgenavond in het actualiteitenprogramma Achter het Nieuws. Doorstroommogelijkheden in het onderwijs voor kinderen met een beperking. Dit zegt Rita Kruijner, directeur van Huize Tiel-Tiel. Graag in vervulling gaan, of dit ziet de directeur graag in vervulling gaan. President Desiree Boutersen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak aangegeven dat kinderen met een beperking dit jaar meer aandacht zullen krijgen. De directeur van Huize Tiel-Tiel geeft kort aan wat zij hiervan vindt. Ik vind het wel geweldig dat de president dat wil doen. Ik moet als eerste zeggen dat ik ken geen mensen zonder een beperking op deze gehele aardbodem. We zijn allemaal beperkt. Want bijvoorbeeld als ik geen bril op heb, kan ik mijn werk niet goed doen. Dus ik ben ook beperkt. En ik moet ook eerlijk zeggen, de mensen die, of de kinderen waarvan je zegt, je ziet gelijk de beperking, ik kan ook heel veel van ze leren. In Huize Tiel-Tiel worden kinderen met een lichamelijke beperking opgevangen. Kruijner zegt dat er nog meer gedaan moet worden voor deze groep kinderen. Vooral de opvang in de maatschappij baart haar zorgen. Kinderen die niet naar een regulier school kunnen, die zouden dan zodanig, desnoods praktisch, begeleid moeten worden, zodat ze toch nog op hun niveau in de maatschappij kunnen belanden. En de maatschappij zou moeten inspelen op de mensen met een beperking, zodat ze ook een baan kunnen vinden. Want anders, je frustreert de persoon echt wel.
De politie treedt deze dagen streng op tegen foutparkeerders in de binnenstad. Voertuigen die worden geparkeerd op de bermen en op plekken waar dat niet toegestaan is, worden onherroepelijk weggesleept. Inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname, legt uit waarom. Een specifiek gebied is aangegeven, omdat het daar, zoals een hoofdinspecteur Tolit zegt, die daar de verantwoordelijkheid over heeft, over zeg maar, centrum Paramaribo en daarbuiten, dat het een beetje de spuigaten uitloopt. Dat men daar rondom Kerkplein daar kriskras parkeert, waardoor voetgangers gedwongen worden om te lopen op de rijbaan met alle gevolgen van dien. Dus hij heeft toen aangegeven dus dat ze daar extra aandacht gaan besteden rondom dus dat, de kerk daar, dat gebied daar. Maar ook andere gebieden waar men dus, soms moet ik zeggen, fout parkeren, ook zij zullen worden aangepakt. Hè. Het is volgens inspecteur Naarden daadwerkelijk zo dat betrokken actoren met elkaar om de tafel moeten gaan om de parkeerproblematiek te bespreken en er gezamenlijk een oplossing voor te zoeken. Het moet een effort zijn van ieder, van dus die individuele burger, autobestuurder in dit geval, van de overheid, maar ook van zeg maar, handelszaken, want zeker liggen de klanten binnen en als je niet kan parkeren ergens omdat je iets wil gaan kopen in een bepaalde zaak. Het overkomt mij ook en ik denk ook andere mensen. Daar rij ik weg. Ja toch? Dus zo'n een winkelier heeft mij voor die dag als klant verloren. Dus ik denk dat het een gezamenlijke effort moet zijn om te kijken hoe we met de relatief weinige oppervlaktes die we nog hebben in de stad, die gebruikt kunnen worden als parkeerhaven, dat we daar even serieus gaan zitten en kijken wat we kunnen doen aan dit probleem, ja. De politie had vooraf publiekelijk aangegeven streng te zullen optreden in bepaalde gebieden. Maar niet iedereen kan zich daarin terugvinden. Weer anderen vinden het juist wel een goede maatregel. Ik zit te werken en mijn collega's roepen me. En mijn auto was al op de sleepauto. Ik vind het vreselijk, man. Anderen krijgen een kans en ik moet die 150 betalen. Ik vind het erg. Als mijn papieren niet in orde waren, kon ik nog zeggen van oké. Okay. Ik wist ook niet dat dit zou gebeuren. En dan weet je het niet. Elke dag parkeer je je auto hier en dan gebeurt dit met je. Nee, ik vind het niet leuk. Dan had hij me komen zeggen dat ik een rapport voor me had maken. Hij mag het doen. Hij mag het doen. Heel goed, want het is een chaos hier. Niemand kijkt naar die chaos. Iedereen rent, plap, 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 trottoir. Was een plaats kunnen vinden? Nee. Het is goed zo. 100%. De chaos, ze moeten het een beetje leren gewoon. Je ziet toch in het buitenland gewoon hoe het gaat. Dan komt die parkeermeter ook, dan gaan ze ook klagen. Kom op. Het Bronsberg Natuurpark moet beschermd worden tegen externe factoren die een bedreiging vormen voor het natuurgebied. Er is daarom op 4 januari een vergadering georganiseerd met verschillende ministeries en organisaties die het natuurbeleid verder willen aanpakken. Uit onderzoek is gebleken dat het biologisch leven in gevaar komt door goudwinning en houtkap dicht bij het park. Een belangrijk actiepunt is de permanente bewaking van het Bronsberg Natuurpark. De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Ruline Samsudin, heeft tegen deze achtergrond reeds voorbereidende gesprekken gevoerd. Dit resulteerde in permanente bewaking van de bemanning van de bewakingspost in het natuurpark door de jachtopzieners en boswachters in samenwerking met OGS en justitie. Aan de Mahonieland brak er gistermiddag een brand uit in een pand dat zowel als restaurant als woonhuis diende. Brandweervoorlichter Alten Pinas gaf ons de bijzonderheden over deze brand. Gistermiddag omstreeks 11:30 kregen we een melding van een woningbrand aan de Mahonieland, nummer 35. Daaraan gekomen was de woning, het bovenste gedeelte van de woning stond er iets in brand. Het gaat om een restaurant, annex woonhuis. Sorry. Er bleven in de woning 10 mensen. En ten tijde van de brand waren ze allemaal beneden. Een overbuurvrouw die merkte de brand.
En die sloeg gelijk alarm. Men heeft geprobeerd om de brand middels emmers water te blussen. Wat helaas niet lukte. Daarna heeft men de brand weer in kennis gesteld. En de brand heeft dan erger kunnen voorkomen. De brand is beperkt gebleven tot het bovengedeelte. Er waren geen slachtoffers en het pand was wel verzekerd. De oorzaak die wordt nog onderzocht door de politie. Tot zover het STVS-journaal. Bezoekt u de website op www.stvs.sr. Goedenavond.